Thomas Bruns, allereerst welkom bij VVV Venlo. Stel je eens even voor aan onze supporters. Ik ben Thomas Bruns, ik ben 28 jaar oud. Ik loop een tijdje mee in het voetbal. Ik heb een vrouw, een kleine. Dat was het eigenlijk wel. Wat ben je voor een voetballer, Thomas? Ik ben een middenvelder met veel diepgangscorend vermogen. Ik schreeuw de duels niet, dus dat is wel even kort omschreven, denk ik. En hoe zit de persoon Thomas Bruns in elkaar? Wel gevoelsmens. Ik vind het belangrijk dat iedereen het gewoon goed naar zijn zin heeft. Ik ben ook eerlijk als het moet, straight. En dat is het. Kun je heel in kort aangeven waar je hebt gespeeld tijdens je carrière? Ja, ik ben begonnen in de jeugd bij Twente Heracles. Dat was de combinatie. En toen heb ik een contract getekend bij Heracles. Daar heb ik 6,5 jaar gespeeld. En daarna heb ik getekend bij Vitesse voor 4 jaar. Toen ben ik een halfjaartje uitgeleend aan Groningen. En afgelopen half seizoen heb ik voor PEC gespeeld en nu ben ik hier in Venlo. Veel ervaring, begrijp ik. Hoe kun je daarmee van waarde zijn voor VVV Venlo? Ik denk wel dat ik wedstrijden kan lezen. Jonge jongens kan helpen en gewoon mijn steentje bij te dragen om hier te presteren en punten te halen. Waarom deze club? Ik heb met Vito en met Brian Linzen erover gehad. En die zeiden allemaal, het is een warme club. Veel leuke mensen, een goed team, leuke staf. Dus als er dan interesse getoond wordt, is de keuze niet zo moeilijk. Ja, wat is je doelstelling bij VVV? Ik denk allereerst om Eredivisie ook volgend jaar hier te spelen. En voor mezelf gewoon lekker weer voetballen, belangrijk zijn en plezier krijgen weer. En op welke manier ga je dat bereiken? Door keihard te werken. Te doen wat van me gevraagd wordt. En gewoon 100% inzet tonen. Wil je onze supporters nog iets persoonlijks meegeven? Zorg dat jullie achter het team staan. Wat jullie altijd doen. En dan gaan we er een mooi tweede seizoen zelf van maken. Thomas, dankjewel. Veel succes. Dankjewel.